Hey guys, goedemorgen. Welkom bij weer een aflevering van Amateurvissen.nl. Ik zit hier met Jurgen en we gaan weer een mooie dag hebben vandaag. Ja, we hopen. Ja, we gaan lekker snoeken met de boot. We zitten nu nog even in de auto te wachten, want het sneeuwde net nog flink. Maar het lijkt nu alweer een beetje gestopt te zijn. En even kijken dat het zo blijft. Dan kunnen we de boot in het water laten. En dan, Het is droog, dan gaat het weer sneeuwen. We zullen zien, maar je hebt flink voorgevoerd, hè? Ja, vorige week flink voorgevoerd. 30 stukken. Of 30 vissen een stukje gesneden. Dus 60 stukken gevoerd, 2 stekken. Dus ik hoop dat het er dadelijk liggen, Tom. Ja, ik hoop het ook, maar we zullen zien, hè. En we gaan met dobbel vissen, denk ik, niet? Ja, alleen met dobbel vandaag. Gewoon stil liggen. Ja, ankertje uit en dan laten we dobbels mooi over ondiepte lu drijven. Ja, vorige week pakte ik ze allemaal op de ondiepe. Ja. Dus ik denk wel dat ze er nog liggen, want toen vroor het best wel hard en nu is het net boven nul. Dus de wind is wel helemaal gedraaid. Ik heb 3 dagen oostenwind gehad. Ja, toen was het goed, hè? 3 dagen goed gevangen, ja, nu is westenwind, dus we gaan het zien. Dus ben benieuwd. We gaan ze overtrekken en dan gaan we het weer meemaken. We zijn aangekomen op de stek. Het was ongeveer 50 minuten varen, dus dat was wel een eindje, maar dat maakt niet uit. En we liggen voor anker. We gaan met de dobbel vissen vandaag. Hier is flink voor gevoerd met sardines. Sardines hebben we bij, hè? Ja, en, voor de grote diepvries voorhorens. Eens kijken of dat wat wil opleveren. Maar ik heb er in ieder geval zin in. Het weer is tot nu toe. De sneeuw is opgehouden, dus dat is ook niet verkeerd. We zouden in principe zo aan de slag moeten kunnen. Dus, wat ga je daar aan doen, Jurgen? Nee, deze doen we een grote sardine aan. Ik heb een dubbele takel voor gemaakt. Okay. Normaal doe ik er eentje in zijn rug. Ja. En dan heb ik zelf iets gefabriekt. Oké. Okay. Even proberen of het werkt. Ja, zo moet het werken. Kijk, ik heb gewoon zo'n wachter gepakt. En ik heb gewoon 2 stingers aan zitten. Kijk, en dan deze komt aan de... Die vis hangt dan horizontaal? Ja, mooi horizontaal, ja. Ja. En dan 2 dreigen, want ik vis eigenlijk maar met 1 dreig, maar ik miste toch wel vissen. Mijn grote aasvissen toch wel snoeken. En dan hangen gewoon die in de knoop. Ja, dat is altijd. Amateur alert. Ja, dat is altijd. Kijk, dan hangt die vissen zo aan, hè. Ja. Ik zal er mee eentje aan hangen. Ja, flinke zak sardines. Met een macro, 3 euro. Ja? Ja, een volle zak. Of bij de Ciro bedoel ik. Oké. Okay. 3 euro de zak. 3 euro de kilo. Dat is niks, hè? Nee, we kunnen nou eens een keer voeren, hè? Ja. Als je maar 8, 9 euro de zak betaalt, dan schiet het erin als je er elke week 2-3 zakken ingooit. Ja. Nou, kijk, dat werkt. Ik hang er gewoon in hier. En in hier. Hey. Hey. Ja. Snel, na een kwartiertje vissen, de eerste beet. Echt op zijn amateurs, helemaal gemist. Ik zat koffie te maken. Dat is een beetje voor me uit te kijken. En op een gegeven moment zegt hij, nee, was je dobber. En die was weg en de lijn stond verticaal naar beneden. Ik denk, oh. Dus we hebben een beetje moeten opereren, maar dat is allemaal goed gekomen.
En een mooie snoek van, hoe lang was die? 89. De eerste. En dat was flink volgevreten. Dus het smaakte meer. Waarschijnlijk liggen ze inderdaad hier op de stek. Dus het zou elk moment weer kunnen gebeuren. No. Ben benieuwd. Ja. Weer, Sjak. Oh, nou, vijf minuten later, man. Hij is een dikke, hè? Nog een? Nee, de showvis. Ik dacht het een PR van jou. Ja, nee, de showvis. Maakt mij niet, de showbootjovis. Maakt mij niet wie hem vangt. Dat is een dikke, Sjak. Een dikke. Ja. Oh. Jan. En ik even. Oeh. Even wachten, hij is net vast. Even wachten, hij komt misschien nog. Ja, steek hem rond. Steek hem onder. En hebben. Meet het mis. Ja. Oh. De dikke. Oh. Oh, Jurje, dit is een dikke. Dat is een dikke, hè? Oh, die is helemaal volgevreten in jouw sardine, jongen. Zal ik. Ga je met de vis zitten en dan maak je een foto? Ja, net eronder uit. 1, 2. Even meten. Nou, hey. 2 meter 3. Wat een bak, man. Ik moet even de kielgreep uitleggen. Ja, we gaan even de kielgreep vertellen. Kijk, hier is de snoek. Ja, ik moet even inzoomen eigenlijk hier op die kop. Kijk, je moet hem eigenlijk hier pakken. Ja, ik zit er nou net verkeerd voor. Kijk, die flappen omhoog. Kijk, en hier zit de kielbogen. En hier in de voorste stuk, dan moet je uw hand in laten glijden. Ja. Kijk, en dan vatten we uw duim hier. En dan moeten we druk zetten. Kijk, en dan kun je in de bek zien waar ik mijn vingers heb. En zo heb je altijd controle over de vis. Ja. Maar ik wil hem vlug terugzetten. En niet bang zijn. Nee, en vasthouden. En vasthouden. Ja, het is een mooie teken, is die. Ja, mooie vis, kijk eens. Mooie vis. Prachtige vis. Daar gaat hij. Zo, dat is de tweede vis. Half uurtje vissen, 1 meter 3. Maar die was bijna zo hoog als dat hij lang was, man. Dat was echt een varken, hè. Hangbukzwijn. Die had echt een enorm zware vis. Wat zou die geweest hebben? Geen, maar het was wel dik, hè. Dik, hè. Dikke jongen. Dus snel geland en weer losgelaten. En het is best druk. We zitten met veel hengels en alle camera-apparatuur. Dus nu is even op adem komen. Maar het gaat... Het begin is goed, hè, jongen. Nou. Het begin is goed. Zit er eentje aan? Ja, hij heeft hem. Ja, dan gaat hij. Oeh. Kijk, nog draaien. Och jongens, nog een keer. Ja. Strak houden, veel strak. Kleintje. Normaal niks, vis is vis. Vis is vis. Ik vind niet of het een snoek is. Nee. Ja. Oh, die vat er zo eraf. Oh, die gaat er zo. Kijk, we nog maar, hè. Als ja. Los kan, denk ik. Als het gaat, ja. Is hij sterk? Ja. Nee, hoeft niet hoor. Hoppakee. Ah, mooi toch? Mooike? Ja. Goed man. Oep, was je weg. die was actief. Mooie. Mooi voor in het genieten zitten. Ja. Papa. Oh. Kijk, ja, hij komt naar boven. Komt hij naar boven, ja. Ja, hij ligt stijf op de grond. Kijk maar. Ik ga de haak zetten, Tom. Ja. Even voelen. Voel je iets? Nee. Nee? Hij zat wel iets aan. Ja, wel een vis. Ja, toch? Daar had je snoep bij. Kleintje. Nou laat je hem los. Is hij los? Dat weet ik niet. Hij zit erin. Oh. Kleintje. Goed gezien, jongen. Ja. Goed. Doe maar een andere lijn erin of niet? Nummer 5.
Prappakee! Een bok, jongen. Niet aan je los. Nou, montage is heel simpel. Ik zal hier beginnen. Heel simpel, echt. Je ziet vrij diep de vissen als je kan. Stuitje. Of ja, touwken. Dat doe ik wel doen. Dan doe ik daarvoor een rubberen stopper. Dat is eigenlijk voor de karper. Die zijn van Eurotackle. Kost een rol. Kost een zakje een euro. Tom is ook al. Ja. Want dat touwtje dat gaat hier doorheen. Dat is te dun. Kijk aan deze kan mooi. Stopt hem mooi. Stopt hem. Nou, onder de dobber, dan dobber erop. Onder de dobber 25 gram dobber. Onder de dobber 25 gram bloot. Dus een dobber van 25 doe je 25 gram bloot aan. Ja. Maar we hebben grote vorens, dus dan heb ik 35 gram dobber en 25 gram bloot. En anders gaat die dobber onder. Ja. Dat hadden we vanmorgen, hè? Ja. En dan weer zo'n bolletje, dan maak je gewoon een knoop in. Knoop het onderlijn aan. Kijk, en dat bolletje zit vast. Nou niet. Net vis. Gaan trekken. Deze zit niet vast. Ja. Maar van die andere zit hij wel vast, want dan is die wortel dunner. Kijk, dat is voor die knoop te beschermen. Ja. Hier komt de lood dan weer op. Nou, fluorocarbon onderlijnen gebruik ik. Moet ik zelf maken. Hele lange. Van, wat is dat, 80 centimeter of zo? Ja, 70. Ja. Nou, en dan hier ook weer gewoon een wortel van Fox. Een speldje. Ja. En enkel dreg wel, altijd heel groot. Al maat 1.0. Ja. Er zitten hier zelfs pinguïns. Die rechts is een pinguïn. Aalscholf. Met een witte buik. Dat zei je net als hij begint te ratelen. Ja, dan hebben we een dikke. Ja, hebben we een dik. Als je nou een draaiboos neemt. Ja, dan heeft hij hem gedraaid. Ja, zal ik hem slaan? Buts maar, haal hem maar binnen, jongen. Haal hem maar binnen. Kom eens een kleintje maar. Oh ja? Doe maar. We kunnen een keer met een riel wisselen. Wel goed strak, druk erop Tom. Oh, dat is geen kleine. En dan wiel naar links, hè. Oh ja, dat is toch mooi. Mooi formaat weer. Hou hem gewoon strak. Daar is een mooie. Oké, een dikke, 90. Bam, nummer 5. 6. Oh, ik heb de dingen erbij. We gaan nog wat doen hebben. Haha. Ja. Doet hij weer even die Tom? Doet hij weer even, hè? Weer een 80 hoor. Zeker. Niet gezien die beet, hè? Je ziet dat ze van deden, er staat 2 meter water, hè? Ja, ja, maar niet. Oh, ik zie die parasiet, daar moet het filmen. Helemaal vol. Oh ja, ik denk even als hij daar ligt, ja. Met een smeerlap. Ja. Pas slagen geven. Kijk eens waar ze krioelen. Ja. Draaien. Oh, draai. Ja. Draai maar op. Nou, hier, film maar. Nou, dan moet ik even die andere camera pakken. Oh, een smeerkees. Nee. Dan moet je er niet afspringen. Niet eraf. Oh, is helemaal vol. Allemaal parasieten. Stijf op de grond liggen ze. Omdat ze gewoon plat op de grond liggen, blijven die parasieten op de huid zitten. Zijn dunne. Zijn dunne, ja. Hij is wel weer 85, denk ik. Dat is een groep, ja. Kijk, allemaal. Hier zitten ze allemaal parasietjes. Kijk eens hier, helemaal erin gevreten. Ja, nou, we gaan even onthaken. Ja, we gaan onthaken. Ja. Zo goor dit. Wat een score. Hier. Helemaal vol parasieten, heel die mat. Joh. Mat vol met parasieten. Ah. En die één. Hoeveel heb je er? Ja, helemaal vol. Misschien wel 20. Wat zijn dat eigenlijk, weet je dat? Ik weet er echt niet van. Ik weet wel dat ik goede koeren zijn. Oké, okay, we zijn lekker bezig. Hoe lang zijn we nu in het vissen? Twee uurtjes. 6 stuks al in het net. En, ook belangrijk, geen enkele gemist. Nee, alle vissen binnen. Alles gehaakt. Het is nou even een half uurtje rustig. Ja, nu zal wel eventjes. Ja, om het kwartier kwamen ze een beetje. Ja, fijn verspreid ook, hè? Niet allemaal tegelijk. En een paar hadden we niet eens gezien, die zag ik best later van, oh, was de dobber eigenlijk? Oh ja, oh shit, beet. Eén keer dobber plat liggen. Ik ging de dobber helemaal plat liggen en dachten van, ja, die hangt aan de bodem. Ja, die kwam naar boven toe dan, hè? Ja, ja.
En één keer zag ik hem wel echt naar beneden gaan. Toen zag ik hem echt zo de diepte intrekken. Dat is echt een heel mooi gezicht. Maar ja, als het zo doorgaat, dan hebben we dubbele cijfers vandaag. Hè? Dat kan dat dit bijtuurtje zijn, dat over is nou. Ja, dat kan altijd, maar dat dachten we bij de vorige drie vissen ook al. Ja. In een mooie spoorbiel zijn we gevangen. Ja, dat was een dikke na. Ja, niet normaal. Nee, en de rest, de kleinste net gemeten, 83. Ja. En daartussen, ja, de rest allemaal tussen de 83 en 89. Ja. En één kleintje. Ja, en eentje die... Hoe lang was die dikke? 1,3. 1,3 meter, hè? Dat was de grootste tot nu toe. Dat was de grootste. En, die hele grote komt nog. Ja, die komt nog. Die 1,20 komt nog. Zijn wel allemaal mannetjes, hè? Lijkt wel. Meestal wel, hè? Van de week had ik allemaal dikke vissen. En nu allemaal van dezelfde formaat. En nu zijn het allemaal 80ers. Allemaal. Ja. Apart, hè? Toch net als ze voor de paai toch hier op de omland te liggen. Weer ondiep. Ja. En ze liggen ook echt op de bodem, dat zie je hem. Ja, allemaal. Helemaal veel parasieten, allemaal. De mat, ja, die zit niet meer op de mat, maar omdat ik hem af heb gespoeld. Hij scheet net ook allemaal sardines erop. Dat is die 30 stuks voor jou. Die hij heel de boot onder de scheid. Ja, maar goed, dat maakt niet uit. Beter wat scheid in de boot dan niks. Mooi weer. Niks. Ja, weer weinig wind, valt mee. Je gaat veel wind aan. Wind valt mee, dus redelijk koud. Even kijken wat de dobbels zijn. Ze zitten er nog, ze liggen er nog. Okay. Ik heb er eentje gevangen met de fireball. Oh ja. Die ging net door de rail. Die helemaal op beeld ook, hè? De sardine trok die helemaal... Ja, die hebben we ook allemaal op beeld. Dus ja, hij gaat lekker, jongen. Dus, ja, en de voren hebben er niks gevangen. Nee. Zoute vis. Ja, het is allemaal zoute vis vandaag. Dus, misschien toch omdat het waterbruin is en er toch geur afgeeft. En die hebben gevoerd, hè? Ja, je hebt sardine gevoerd ook, ja. Maar toch met spul bij, hè? Ik heb daar misschien een... Eentje injecteren, een voren injecteren. Ja, dat gaan we doen. Dus het helemaal goed komen. We hebben de sardine draai gemaakt met een fireball. Eens eraf laten smelten. En dan heb ik hier tonijnspray. Die doen we eraan voor wat extra geur. Doen we flink wat op. Geur en kleuren. Ja, dit is allemaal geur dit. Ja, dat stinkt, hè. Ja, dat is goed, hè. Zo. Ja. En dan... Ja. Ah, Daar krijgen we vis op, hè? Ja. Deze kan niet houden. Yep, zo, een bakje. Stek verkast. Er lag wat vis op de bodem, maar niks beet. Want het was hier al, ik denk, anderhalf uur stil, zoiets, hè? Dat is echt helemaal niks. En toen dachten we, ja, weet je wat, we gaan gewoon terug naar die stek waar we vanmorgen begonnen zijn. Dus wij komen hier terug en nou, nog geen 5 minuten, but. Alleen ik sla aan als een mietje, blijkbaar. Dat mag je wel zeggen, hoor. Ik moet de lijn helemaal strak draaien, dat ik de vis voel en dan echt een ruk geven alsof ik de hengel wil breken, zoiets. Hele gewicht erin, alle 95 kilo erin gooien. Dus die ging eraf. Wat zei je? Dus die ging eraf. Ja, dus die ging eraf en dat was
Het was een mooie vis. Ik wil niet veel zeggen, maar het is altijd de dikste is altijd die eraf gaat. Maar dit was wel spijtig, moet ik zeggen, een mooie vis. Ja. Maar goed, misschien bijt hij nog een keer. We gaan het meemaken. We blijven nu gewoon op deze dijk liggen, denk ik. Want hier zitten ze toch, een beetje op de taluut. Waait hard, jongens. Hier zitten ze toch een beetje op het taluut. Het is redelijk fris met die wind zo. En als de zon even weg is, dan een stuk kouder. Maar nu is het nog wel redelijk te doen. We kijken dat de boot vast blijft liggen. Dat hij niet losgetrokken wordt elke keer van het anker. Maar we gaan het meemaken. Kijken of die andere nog wel bijt. Ik ben benieuwd. En nou, mooi, hartje. En strak, hè. Pompen die tering leiden. Pompen die tering leiden. Godverdomme, motherfucker. Die tonk in één keer onder, jongen. Die dopper die ging als een fut naar beneden. Rustig. Met mijn lijn weg. Ja, zo is goed. Hou maar rustig. Niet draaien. Oeh, ik denk het wel dat je er kort bij komt. Ik zie het nog. Oh. Oh, ik zag die domme ronde schieten, jongen. Echt, die ging echt. Fucking hell. En dan had je moet slaan. Ja, maar ik had nu al niet de slip op. Amateur alert. Maar we hebben hem wel. Tom die geeft me een lel dat die hele slip openstaan nog. Trekt hele molen leeg. Auw. En zware. Was je mooi. Jurgen, dat is een mooie. Ja, dat wordt. Zal ik het net even een beetje vasthouden? Ja. Ik geef zo de kop naar jou en dan staat er beneden. Ja. Ja, prachtig. Leg hem neer, hè? Ja. Ja, dan kunnen we hem terugzetten. Hè. Ja, we gaan hem terugzetten. En jullie zien het wel in de video, want er komt even geen volgers, helaas. Ik kom met een mega buffel gevangen. Ik zal het niks laten zien hier. Daar lig je. Hier, links van rechts naar de mat. Niet te filmen. Dat zien jullie in de video. Spectaculaire drill. Het is echt groot. Komt goed. Shit, man. Groot, hè? Ja, dik, hè? Groot, dik. Helemaal stijf gevreten, jongen. Ga je daar staan? Hier? Ja, of filmen? Ja. Gaan we daar gaan? Ja. We zitten met de zon, hè, andere kant. Ja, dat gaat wel. Oh, Tom. Ja, jongen. Niet normaal, jongen. Ik zeg het, hè. 1-4. Die heb ik niet gevangen, want ik heb nog geen 1-4 gevangen. Nee. Ik denk wel dat deze ermee uitpeert. Hij heeft wel een heel klein kopje. Hij wil al. Hij gaat al. Even naar de camera met de kop. Met de kop. Oh, vet man! Box, jongen! Top! Fucking hell! Wat een klasse die dobber onder! Dan ben ik dezelfde zin als je straks eraf liet gaan. Ja. Zo, dat was hem, hè? Dat was je, Tom. 1,04 meter was die. En ja. Wat zou die gewogen hebben? Ja, zo onbeschoft zwaar was hij. Hij was echt, die had een dikke pants, jongen. Er passen twee van mijn bovenbenen in die vis. En het was wel even amateur alert, want ik dacht ik ga nu echt ontzettend hard mappen. Ja, spaghetti. Ik had de slip nog over staan en ik trek maar goed. Goed gekomen, hè? Het is toch nog goed gekomen. Ja, het is toch nog goed gekomen, anders had ik me wel heel erg geschaamd als dat niet gebeurd was. Ja, nou, twee dikke gelost achter elkaar. Nou, twee dikke gelost door gewoon stom aanslaan. Nu heb ik maar één dikke gesloord, maar wel twee keer stom aangeslagen. Maar ik denk dat het dezelfde was. Ja, dat zou maar kunnen. Ja, dezelfde stek. Die we van tevoren losten. Hetzelfde stek voelde ook een beetje hetzelfde als die andere. Maar puntgave vis. Puntgave vis had ook geen parasiet om of niks? Nee, helemaal niks. Geen plekje verkeerd. Onbeschadigd. Helemaal. Dus, mijn record nu is 1,6 meter, deze was 1,4 meter, maar ik vond dit echt een... Ja, die drie keer zo dik als die vorige. Drie keer zo dik als die vorige. Dat is echt...
Een hangbuikzwijn. Ja, een hangbuikzwijn. Ik kon hem bijna niet optillen. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Go.